we gaan een tas maken met de, ja, de corner to corner stitch. De van hoek naar hoek steek. Kijk. Zo ziet dat eruit. En je begint met één, het zijn allemaal vierkantjes, hè? Zo, en je begint met één vierkantje en dan haak je zo. Dus niet zo langs de lap, zo. Zo heen en weer, maar je haakt in een puntje. En dan op een gegeven moment, dan is je lap breed genoeg. En dan gaat hij aan deze kant omhoog. En aan deze kant gaat hij omhoog. En dan, nou ja, dat zie je, daar ga ik uitleggen hoe dat werkt. Want het lijkt allemaal heel ingewikkeld en dat valt echt reuze mee. Ik heb deze lap heb ik gedaan met het gemêleerde garen van de Action. Dat vind ik echt heel erg leuk. En ik heb daar haaknaald nummer 4 voor gebruikt, zodat de steekjes een beetje strak zitten. Want ja, er zit wel wat in natuurlijk. Een tas moet altijd wel wat rek hebben. Maar als je dat met haaknaald nummer 5 doet, of nog groter, wat ook met dat garen zou kunnen, dan krijg je echt een gatentas. En dat is niet de bedoeling, denk ik, want dan valt alles eruit. Maar als ik nou deze lap even opzij leg, dan pak ik een bol garen erbij. Ik had mijn haaknaald al gepakt. En dan ga ik laten zien hoe of dat je die steek doet. Nou, ik heb hier gewoon een restje wol. En ik begin met een lusje op mijn haaknaald. Zo. En dan niet te strak en niet te los haak ik 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan in de vierde losse vanaf de haaknaald ga ik beginnen met een stokje. Dus 1, 2, 3 en dan in de vierde. En je hoeft niet in het achterste lusje, wat we normaal altijd doen, hè, wat ik meestal zeg. Dat hoeft niet, gewoon in de losse insteken. En je haakt een stokje. En je slaat om en je hebt nog 2 losse over en ook die krijgen een stokje. Dit is de eerste en de tweede. Zo. Dan heb je dus een vierkantje van 3 stokjes en een losse boogje. Nou, ieder vierkantje bestaat zo uit 3 stokjes en zo'n boogje. Nu gaan we bovenop dit vierkantje een vierkantje bijmaken. Zo. Nou, daarvoor haak je. Je houdt gewoon je haakwerk zo vast. Je doet eerst 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan weer in de vierde losse vanaf de haaknaald begin je met je eerste van 3 stokjes op een rij. Dus je slaat om en je telt terug. 1, 2, 3 en de vierde. En daarin begin je met dat eerste stokje. In de volgende losse komt het tweede stokje. En als het goed is, heb je dan nog 1 losse over. Hier. En daarin maak je het derde stokje. Zo. En dan denk je, ja, dit ziet er niet uit. Klopt, ziet er ook niet uit. Wat je dan doet, is dat eerste vierkantje wat je net gemaakt hebt, die klap je zo omhoog. Dit vierkantje heb je net gemaakt, die hou je gewoon vast. Ik kan mijn werkdraad opzij leggen, zo kun je het beter zien. En dan dat hangende vierkantje, die draai je zo omhoog. Dan ziet het er zo uit. Dan heb je een vierkantje naar beneden en een vierkantje omhoog. Dan neem je je haaknaald en hier bovenop dat vierkantje wat je net omhoog hebt gevouwen, daar zit die losse boog. Hè? Daar steek je in, je haalt je draad door en je maakt een halve vaste. Zo. En dan zie je dat er 2 vierkantjes naast elkaar zijn komen zitten. Het begin is het lastigst hoor. Als je eenmaal dit begin gedaan hebt, dan wijst de rest op een gegeven moment zichzelf wel.
Nu gaan we dus op dit vierkantje weer een vierkantje maken. Dat doe je met drie lossen. 1, 2, 3. En in die losse boog waar je net die halve vast hebt gedaan, daarin doe je nu 3 stokjes. Dus je steekt gewoon in dat losse boogje in zo. Je haalt je lus op. En een stokje. En nog een keer. Voor het tweede stokje. En nog een keer. Voor het derde stokje. En dan heb je dit gehaakt. Dit was de eerste. We zijn die kant op gegaan. Gaan we straks het werk draaien. En dan gaan we die kant op haken. We gaan dus overal weer vierkantjes opmaken. Op dit vierkantje komt een vierkantje. Op dit vierkantje komt een vierkantje. En hiernaast komt een vierkantje. Let maar op. Je begint weer. Iedere keer als je een vierkantje bijmaakt, want je hebt er nu hier 2. En zo tel je er 2, hè. 1, 2, 1, 2. En dat moeten er 1, 2, 3 gaan worden. 1, 2, 3. Dus als je bijmaakt, dan haak je altijd 6 lossen. Aan de zijkant. 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En dan tel je terug naar de vierde losse. 1, 2, 3, 4. In die vierde losse begin je met je eerste van 3 stokjes op een rij. 1, 2 en de laatste 3. Kijk. En als je deze dan zo tegen je haaknaald aan vasthoudt, dan heb je hier weer die vierkantjes hangen. Nou, die hou je weer vast en je klapt ze weer naar boven. Net als net dat ene vierkantje doe je het nu met het lapje wat je hebt. Dan heb je hier dat losse boogje. En daarin ga je een halve vaste maken. Dus je steekt je haaknaald in. Je haalt je lus door. En door de lus op je haaknaald. Kijk. En dan heb je er hier nu al 3 op een rij. Nou, waar je nou net je halve vaste hebt gedaan, dat is een losse boogje. En daarin komen 3 stokjes. Nou, je begint met 3 lossen. 1, 2, 3, zo. En dan in dat losse boogje maak je 3 stokjes. 1, 2 en 3. En nou hoef je je lapje niet meer om te klappen en zo. Want het boogje waar je je halve vaste in moet gaan maken om dit vierkantje vast te zetten zo, die zit er gewoon naast. Dus je steekt in. Lus ophalen en door de lus op je haaknaald. En dan heb je dit. En hier moet nu nog een vierkantje op aan de zijkant. Nou, 3 lossen. 1, 2, 3. En in het boogje haak je weer 3 stokjes. 1, 2 en 3. Kijk, en dan ben je weer aan de zijkant hier. En dan heb je hier 1, 2, 3. En hier 1, 2, 3. Want ik zei al, we gaan zo heen en weer haken. Niet zo. Wat je normaal doet met haakwerken. Als je een rijtje stokjes doet of zo, haak je altijd zo heen en weer. Je draait je werk en je gaat weer heen en weer. En nu draaien we ook ons werk, alleen we haken schuin weg, zo. Nou, gaan we nog een keer een nieuwe rij vierkantjes erop maken. Nou,
Een nieuwe rij vierkantjes is 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. En ik heb dat lapje hier gewoon zo op mijn vingers liggen. Die hou ik hier een beetje vast met de muis van mijn duim. Zo. Dan zwabbert hij niet de hele tijd. Ik sla om voor het stokje en ik tel terug naar de vierde losse. Dus 1, 2, 3. En in de vierde, daar begin ik met mijn eerste van 3 stokjes. 1, in de volgende 2. En in de daarna, de laatste losse, daarin doe je het derde stokje. En heb je weer dat lapje wat je omhoog moet kantelen. Als je keert, is het niet, hoe zeg je dat? Als je bij gewoon haakwerk keert, dan zeg ik altijd van, als de bladzij van een boek, sla je hem om. Maar dit keren, zo met die corner to corner, klap je hem van beneden naar boven. Zo. Ja, je hebt dit gehaakt, dat hou je vast. En je lapje had je zo in je handen. Dan klap je het lapje omhoog. En dan het vierkantje wat dan ernaast zit, daar zit die losse boog. En daar steek je in voor een halve vaste. Lusje doorhalen en door de lus op je haaknaald. En dan je nieuwe vierkantje, die zit verbonden. En dan gaan we nu verder deze kant op haken zo. Dus dit vierkantje, daar moeten nu 3 stokjes in komen. Nou, dan begin je met 3 lossen. 1, 2, 3. Dat wordt straks eigenlijk die losse boog waar we nu omheen aan het haken zijn. Die losse boog. Dat zijn die 3 lossen die je hier doet. Nou, in dit boogje hier, daar moeten 3 stokjes bij. Dus je steekt gewoon in het boogje in en je haakt 3 stokjes. 1, 2 en 3. En dan zit je gelijk al naast het vierkantje waar deze aan verbonden moet worden. Hier, die losse boog. Daar steek je in en je maakt een halve vaste. Nou, het volgende vierkantje, 3 lossen. In dat boogje waar je net die halve vaste hebt gedaan, daarin doe je 3 stokjes. 1, wat wel, wacht. Dus 1, 2 en 3. En dan zit hij alweer naast het volgende vierkantje waar die aan vastgemaakt moet worden. Hier. Dit is die losse boog. Dus daar steek je in. Lus doorhalen en door de lus op je haaknaald voor de halve vaste. Moet er hier bovenop weer een. Dus 3 lossen. Omslaan. En in die boog 3 stokjes. 1. 2. En 3. Kijk. En dan heb je een hele rij weer af. Je hebt hier 1, 2, 3, 4 vierkantjes naast elkaar. En 1, 2, 3, 4 vierkantjes op elkaar. En ook nog eens 1, 2, 3, 4 kantjes. 4 vierkantjes zo schuin boven elkaar. Nou, dan wil je er vast nog één bij maken, want de tas wordt zo niet groot genoeg natuurlijk. Ik zal zo meteen even tellen hoeveel vierkantjes ik had bij mijn lab. Maar ik wil het ook nog een keer voordoen. Want het begint nu makkelijker te worden hoor, omdat je dit rijtje hier nu zo hebt. Dan haakt het gewoon makkelijker weg. Je begint weer met 6 lossen. Een nieuwe rij, 6 lossen. 1, 2, 3... 4, 5 en 6. Nou, je telt terug naar de vierde losse. 1,
2, 3, 4. Dit is de vierde, dus daar begin ik met mijn eerste van 3 stokjes op een rij. 1, 2 en de derde in de laatste losse die er zat. Kijk. En dan klap je je werk weer zo omhoog. Dan zit hij naast het vierkantje waar hij aan verbonden moet worden. Nou, die losse boog, deze, daar steek je in. En je maakt je halve vaste. En dan is het kwestie van vierkantjes haken. 3 lossen. 1, 2, 3. In de losse boog. Daar haak je 3 stokjes. 1, 2 en 3. Dan, die zit dus naast het vierkantje waar die aan verbonden moet worden. Zo. Dan wringel ik meestal even zo een beetje open met mijn duim en mijn wijsvinger. Het losse boogje een beetje open wringen zo. En dan steek je daarin voor je halve vaste. Zo. Een beetje aantrekken. Volgende vierkantje, 3 lossen. En om diezelfde losse boog haak ik je weer 3 stokjes. Nou, die zet je weer vast bovenop het vierkantje ernaast. In die losse boog de halve vaste. En het volgende vierkantje begin je met 3 lossen. En 3 stokjes in het boogje. Dus je telt heel veel tot 3 bij deze corner to corner. Volgende halve vaste. En dan moet er hier nog een vierkantje op. Tweede stokje en het laatste stokje van het vierkant. Kijk. En dan heb je weer een rij af. 1, 2, 3, 4, 5 hier op een rijtje. En 1, 2, 3, 4, 5 daar op een rijtje. En dan klopt het. Dan zal ik eens gaan tellen hoe breed en hoe lang of dat de mijne is geworden, mijn lab. En dan ga ik voordoen hoe of dat je dat moet doen. Dus kom ik zo bij je terug. Nou, mijn lab is 18 vierkantjes zo breed. Dit zijn er 18. Dus dan kan ik wel 18 van die vierkantjes voorgezitten doen, allemaal met groen en zo. Maar je weet nu hoe of dat je dit moet haken, want dit verandert niet. Zolang als dat jij vierkantjes bij moet maken, moet je dat op deze manier doen. En is het je nog niet helemaal duidelijk, dan spoel je gewoon even de video een stukje terug. En dan zie je weer hoe of dat ik die vierkantjes bijmaak. Maar ik wil nu ook laten zien hoe je van kleur kunt wisselen. Dus ik knip hier mijn groene draadje even af. Zo, leg ik opzij. En wat heb ik hier nog liggen? Oh, ik heb hier nog heel mooi roze. Ik ben dol op roze. En dan gaan we met roze verder. Nou, wat ik dan doe is, dit laatste stokje wat we gemaakt hebben, die haal ik even uit. Zo. Ik heb hier nu die 3 lossen en 2 stokjes. Nou, ik ga wel dat stokje maken, alleen ik maak hem niet af. Ik heb die 3 lussen nu op mijn haaknaald. Ik sla om en ik ga onder de eerste 2 door. En dan zou ik weer omslaan en onder die laatste 2 doorgaan. Maar dat doe ik niet. Ik pak mijn nieuwe kleur. Kijk. Ik trek die nieuwe kleur als laatste keer door. En ik weet, het hoort niet, maar in die 2 staartjes, die roze en die groene, daar leg ik lekker een knoopje in. Dan weet ik zeker dat dat niet losschiet. Zo. En dan moet dat straks wel netjes weggenaaid worden natuurlijk.
Dat vind ik dan weer het voordeel van die gemêleerde wol. Daar zitten de kleuren allemaal al in en daar hoef je verder niet moeilijk over te doen. Geen staartjes, het verandert vanzelf van kleur. Dat vind ik dan weer leuk. Maar je hebt nu dus de nieuwe kleur zo eraan en je gaat weer opnieuw beginnen. 6 lossen voor het eerste vierkantje. En ik had het er net over, je telt heel veel tot 3, hè. Zal ik daar nog eens wat meer van maken? Kijk, je slaat om en je haakt 3 lossen. 1, 2, 3. En dan die derde losse, die hou je even vast. En dan doe je nog een keer 3 lossen. 1, 2, 3. Oh, 3, zei ik. Zo. Dan sla je om voor je eerste stokje. En die maak je dan in die losse die je hebt vastgehouden. Want we telden net steeds terug naar de vierde. Nou, die losse die je vasthoudt is de vierde. 1, 2, 3. En dit is de vierde. Nou, als je tot 3 telt, je houdt de losse vast en je telt nog een keer 3 lossen. Dan hoef je niet terug te tellen, dan heb je hem gewoon altijd goed. En dan kun jij je vierkantje maken. Want dit is het tweede stokje. En hier, in die eerste, daar komt je derde stokje. Zo, en dan heb je weer een goed vierkantje. Nou, dan draai je je lapje weer omhoog, zo, je klapt hem omhoog. En je doet weer precies hetzelfde wat je al die tijd gedaan hebt. Een halve vaste. Gaan we de rij weer afmaken met vierkantjes. Dus 3 lossen en in het boogje 3 stokjes. 1, 2 en 3. Nou, het volgende vierkantje in die losse boog, een halve vaste, daar zet je je vierkantje mee vast. En dan weer 3 lossen en in die boog 3 stokjes. 1, 2, 3. Zie, ik heb gewoon echt maar een restje gepakt, hè. Nou, die zet je weer vast. Het vierkantje daarna in die losse boog. Een halve vaste en weer 3 omhoog. 1, 2, 3. In die losse boog. Misschien zie je het nu zelfs nog beter doordat het een andere kleur is. Dat groen en dat roze steekt mooi af. Dus dan kun je goed zien hoe die komt te zitten. Hè? Zo er tegenaan. Hier is die losse boog. En daarin maak je die halve vaste. En je maakt weer een nieuw vierkantje. 3 lossen en om die boog heen 3 stokjes. Zo. Maar ik zei al, voor die tas had ik 18 vierkantjes op een rij. Hè? Stel nou dat deze 18 zijn. Dan wil ik hem niet nog breder hebben. Nou, wat je dan doet. Je doet wel die losse boog hier. En daar doe je die halve vaste in om dit vierkantje vast te zetten. Zo. Zie je? Maar je wil er niet nog één bovenop maken. Want dit is al 18. Met een beetje fantasie. He? Als je gewoon denkt van dit zijn er 18. Dan moet je er niet 19 van maken. Je wilt hier 18 houden. Maar dat betekent dat hier dus ook geen vierkantje op mag, op die roze. Want anders heb je er hier 18 en dan worden dit er 19. Dat is hier ook niet de bedoeling. We willen hier naartoe. Dit plekje, daar moet een vierkant op komen. Nou, hoe doe je dat nou? Je doet een losse om je werk te keren. En nu keer je wel gewoon je werk alsof het een gewoon haakwerkje is van stokjes en dergelijke. Ga je naar het eerste stokje en daarin doe je een halve vaste. Het volgende stokje, een halve vaste. En het derde stokje, een halve vaste. Zie je? Dan ben je met 3 halve vaste opgeschoten naar het plekje waar wel weer de vierkant moet komen.
als je dan je werk weer goed vasthoudt om te gaan haken, dan zie je dat je hier een losse boogje hebt waar 3 stokjes op moeten. Dat betekent dat je aan de zijkant nu geen 6 stokjes moet doen, 6 losse moet doen, maar gewoon 3 voor het losse boogje. 1, 2 en 3. En dan hier, dit boogje, daar doe je 3 stokjes in. 1, 2 en 3. En dan zit hij naast het vierkant waar hij vastgemaakt moet worden. En dat blijft gewoon hetzelfde. We hebben nu alleen aan die kant hier hebben we geen vierkantje bijgemaakt. Zie je dat? Dit waren er 18. Dit zijn er nog steeds 18, want het gaat recht omhoog. En dit zijn er ook weer 18, recht omhoog. En als ik nou echt even kijk, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zie je, dus hij gaat hier recht omhoog. We hebben hier niet bijgemaakt. Het lap is niet breder geworden. Nou, dat doe jij dan als jij jouw tas breed genoeg vindt. Hè? Ik heb er 18. 18 van die vierkantjes. Met dat garen van de action. Nou, dan werk ik weer omhoog. Dus 3 lossen. Zo. 1. 2. 3. Of 3 stokjes, 3 lossen. Ja, 3 lossen hier en dan 3 stokjes. En dan zet je hem hier weer vast. Met een halve vaste. 1, 2, 3 lossen en 3 stokjes in het boogje. 1, 2 en 3. Die zet je weer vast in het boogje van het volgende vierkantje zo. 3 lossen. 1. 2. En 3. Die zet je weer vast op het laatste boogje hier, zo halve vaste. En ik wil geen vierkant lapje. Ik wil deze rij wil ik wel langer maken. Ik wil een rechthoek, om die straks zo dubbel te kunnen vouwen voor de tas. Nou, dat betekent dat ik hier gewoon wel een vierkantje op kan maken. Dan blijft dit 5. En dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Let op. 1, 2, 3. Ja, natuurlijk zit je op te letten. Fon, kom op. Dit is ingewikkeld genoeg. Je maakt hier gewoon weer een vierkantje op. Dit is de tweede en de derde. En om hem nou nog langer te maken, maak je hier weer een vierkantje erbij. Zoals ik net zei, hè, dat vond ik wel een leuke methode, die 2 keer 3 lossen. Kijk, 1, 2, 3, die hou je dan even vast en je doet nog een keer. 1, 2, 3. En dan een stokje in die losse die je hebt vastgehouden. Dan hoef je niet de hele tijd terug te tellen. 1, in de volgende het tweede stokje en in de volgende het derde stokje. Zo. Dan klap je je werk weer om. Zo. Ja, want hij hangt zo, hè. Dan klap je je werk weer om. En in dat losse boogje maak je hem weer vast. Nou, als ik dan dit rijtje even zonder camera doe, hè, want het duurt al lang genoeg, laat ik nog 1 keer zien hoe of dat je dan hier dat rechterkantje maakt. Nou, ik moet nog 1 vierkantje doen. Zie je, want dan loopt hij hier weer gelijk mee. Dus 3 lossen. 1, 2, 3. Gewoon 3 stokjes in dat boogje.
1, 2, 3. En dan dat vierkantje ernaast in die losse boog, daar doe je gewoon een halve vaste. Kijk. En dan moet je weer terug naar dit punt om dit vierkantje te kunnen gaan maken. Zo, zie je dat? Dan blijft dit hier recht lopen. Nou, weer een keer lossen. Je draait je werk om, net als normaal. En in dat eerste stokje een halve vaste. In het tweede stokje een halve vaste. En in het derde stokje een halve vaste. En dan moet hier het vierkantje weer opkomen. Je bent nu die kant op gegaan en we willen weer zo haken. Dus drie lossen. 1, 2, 3. En in het boogje drie stokjes. 1, 2 en 3. En die zet je dan weer gewoon vast in het vierkantje wat ernaast zit. Zo. Nou, zo ga je dus een hele lap haken. Aan de ene kant haak je vierkantjes wel omhoog, erop, en maak je vierkantjes erbij, zodat die langer wordt. En aan de andere kant zorg je gewoon dat die steeds even breed wordt. Daar maak je er geen meer bij. Zeg al, spoel terug, zodat je echt nog kunt zien wat of dat je moet doen. Want als je het eenmaal door hebt, dan haak je een eind in de weg. Dat is echt ongelooflijk. Maar je moet dit even snappen. Hoe of dat dit dan werkt, met dat dit wel langer wordt en dit niet meer. Ja, en hoe groot jouw tas moet worden, ja, dat is dus helemaal aan jou, hè. Kijk, ik heb hier mijn lap van 18 vierkantjes zo breed. En ik heb hem een heel eind gehaakt, dat ik hem zo in drieën kan vouwen. Dan krijg je een soort messenger bag. Een postbodetas, geloof ik, in het Nederlands. Ja, drie rijen, drie lagen op elkaar. En dat is één lap. Zo. En als ik dan nou die vierkantjes ga tellen, hoeveel of dat ik er heb, dan kun jij dat precies hetzelfde doen. Of je hebt in ieder geval een richtlijn, dat je weet van hoe en wat. Dus ik ga tellen en kom ik bij je terug. Nou, mijn lap is 49 van die vierkantjes zo lang. Kijk, dit zijn er 18, de korte kant. 18. En de lange kant zijn er 49. Nou, als ik dan mijn lapje erbij pak, dan zijn dit er 18 en dit 49. Dus dan moet jij even kijken hoe of dat je dat dan wil gaan doen, hoeveel of dat je er wil hebben. Want als je dit hebt, dan ben je nog niet klaar. Want hoewel we dit dan zo in drieën vouwen, moet er natuurlijk nog een schouderband op, hè? Zo. Nou, die schouderband, die heb ik dus ook al klaar. Ik heb heel veel voorbereid dit keer. Dat is echt niet te geloven. Kijk. Dit is door de helft gevouwen. En nog een keer, dan kun je zien hoe groot het hier is. Kijk. Zo. En dan komt deze kant komt aan de bodem van een tas. En deze kant. En dan de rest langs de zijkant en dit voor over mijn schouder. Nou, dan moet je nog weten hoe of dat je dit maakt natuurlijk, hè. Want dit zijn niet gewoon zomaar stokjes. Dit zijn verbonden stokjes en een rij vaste. Eén rij verbonden stokjes en één rij vaste. Nou, ook die wil ik laten zien hoe of dat je die doet. Ik heb weer een lusje op mijn haaknaald. En ik haak 10 lossen. Niet te strak, niet te los. Gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dan gaan we terug 9 vaste haken. En dat hoeft weer niet in die achterste bubbel. Daar zullen heel veel mensen ook blij om zijn. Maar we gaan hem toch vastnaaien, dus het kan gewoon zo in het veetje insteken. En dan begin je in de tweede vanaf je haaknaald. Dus die eerste hier recht achter je haaknaald, die sla je over.
en je steekt in de tweede in en dan haak je 9 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Zo. Dan doe je 3 lossen. 1, 2 en 3 en je draait je werk. En dan gaan we nu die verbonden stokjes doen. En de eerste, je slaat niet om een lus te hebben. Die, maar je haalt die uit je lossen. De tweede vanaf je haaknaald, de middelste losse van die 3 die je net gedaan hebt. Daar steek je in en je haalt de lus op en die laat je op je haaknaald staan. En dan steek je in je eerste vaste in. Hier. Daar haal je een lus op. En dan heb je 3 lussen om een stokje mee te maken. Dus je slaat om, je gaat onder 2 lussen door. Je slaat om en je gaat onder 2 lussen door. Nou, die 3 beginlossen, die tellen dus niet als steek. Je hebt er nu 1 gedaan. En als je nou heel goed kijkt, dan zie je hier een streepje zitten. Hier. Precies halverwege je stokje. En daar haal je een lus onderuit. Dus je steekt in, je slaat om, je haalt je lus door. En dan heb je een lus op je haaknaald, die lijst staan. Dan ga je naar de volgende vaste. En daar haal je ook weer een lus op. Dan heb je er weer 3. En daar kun je het stokje mee maken. Dus omslaan onder de eerste 2. Omslaan onder de laatste 2. En dan heb je hier ook weer zo'n recht streepje. Deze hier. Daar steek je onderdoor en je haalt je lus op voor het stokje. En je volgende vaste. Lus ophalen. Dan heb je de 3 op je haaknaald en dan kun je gewoon een stokje maken. Dus onder 2 en onder 2. Niet te dicht, kijk. Hier heb je dat verticale streepje. Daar steek je onderdoor. En je haalt een lus op. Dan ga je naar je volgende vaste. En daar steek je in. En je haalt de lus op. Dan heb je de 3 op je haaknaald. Dan sla je om. En je maakt gewoon een stokje. Dus onder 2 lussen door. Omslaan. Onder 2 lussen door. En dat doe je tot het eind. En als het goed is heb je er dan 9 gedaan. In het Engels heten ze verbonden stokjes, linked double crochet. En in het Nederlands meen ik dat het de kepersteek is, maar dat weet ik niet zeker. Ik dacht het wel. Maar gewoon vertaald, verbonden stokjes. Dus ik sla niet om een stokje te maken, maar ik haal het lusje uit dat dwarsstreepje. Kijk. Dwarsstreepje hier. Daar steek ik onderdoor. En daar haal ik een lus op. En dat is de lus voor het stokje. Nou, de volgende vaste de lus. Zo. Onder 2 door en onder 2 door. En dan heb ik nog 1 vaste. Dus ik doe het nog 1 keer. Lus ophalen. In die laatste vaste. Lus ophalen en dan 2 keer onder 2. Ik vind het een hele mooie structuur en het is steviger als gewoon stokjes,
Het heeft toch weer iets anders als die vaste hier. Ik vind het wel mooi. Maar nu gaan we weer een rij vaste erop doen. Dus je doet één losse. Je draait je werk. En in die eerste steek, daar begin je gelijk met je eerste. En je moet er 9 doen, want we hadden 9 beginvasten. En het blijven de 9. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. En dan is dit de achterkant van het werk. De kant die je ziet als je die verbonden stokjes maakt, dat is de goede kant. Nou, dan zal ik nog één keer voordoen hoe of dat je met die rij begint, hè? Je doet 3 lossen. 1, 2, 3 en je draait je werk. En dan in het middelste losse, de tweede vanaf je haaknaald, daar steek je in. En dan haal je voor de eerste keer zo een lus op. En dan steek je in de eerste in. De eerste vaste. Want die 3 lossen die je net hebt gedaan, zijn eigenlijk alleen maar een beetje, ja, hoe moet je dat noemen? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, de basis waar je dus de rij stokjes op begint. Maar ik zat aan huizenbouw te denken en zo, hoe ze dat dan noemen. Maar ik weet het niet meer. Is ook niet belangrijk. Als je maar weet dat die 3 dus niet als steekje tellen. Dit stokje wel. Kijk. Onder 2 door. En onder 2 door. En dan zie je hier gelijk dat dwarslusje. En daar steek je onderdoor. Om weer een nieuwe lus op te halen voor het volgende stokje. En dan ga je naar de volgende vaste. En dan kun je zo je stokje afmaken. 9 op een rij. En dan doe je een keer lossen. En dan doe je een rij vaste terug. En dan doe je dit weer. En hoe lang moet die dan worden? Nou, je moet er rekening mee houden dat iedere rij van deze verbonden stokjes en vaste, dus een heen- en een terugrij. Die eerste rij vaste moet je even niet meetellen. Dus een heen- en een terugrij van deze stokjes en terug de vaste, het staat gelijk aan 1 vierkantje op je tas. Zo gaan we hem straks vastmaken. Nou, mijn tas die heeft 49 van die blokjes, waarvan er 3 gebruikt gaan worden voor de bodem hier. De onderkant van je hengsel. Daar maak ik er 3 van die vierkantjes aan vast. Nou, 49 min 3 is 46. En die 46, die wil ik dan verdelen over de voorkant, de achterkant en de flap. En de flap mag dan iets korter zijn dan de voor- en de achterkant van de tas. Ik haak ondertussen even verder hoor, dan kun je gewoon meekijken. Dus als ik 18 vierkantjes hou voor de breedte, zo breed is de tas, en ik hou 18 vierkantjes voor de hoogte, 2 keer 18 is 36, dan heb ik nog 10 vierkantjes over voor de flap. Maar daar wil ik dan ook nog weer iets aan gaan haken, dus dan wordt die toch een beetje langer. Dus je hebt 2 zijkanten van 18 vierkantjes. Nou, dat zijn er dus al 36 van die heen- en terugrijen die je dan zo moet haken. Plus dan het hengsel nog, wat over je schouders komt te vallen. Nou, en dan is het maar net aan jou, hoe lang wil je dat hebben? Waar moet die komen te hangen? Moet die ergens ter hoogte van je knieën hangen? Of wil je hem heel strak onder je oksel houden? Ja, dat is jouw keus wat je doet, hè? Je had gezien, mijn hengsel is behoorlijk lang. Ik geloof dat ik 80 van die heen- en terugrijen heb gedaan. Als ik het goed onthoud, heb ik wel 80.
Dus dat is 36 voor de twee zijkanten. En dan 44 voor het hengsel. Maar zo, dat moet je dan even gewoon bij jezelf uitproberen. Wat wil jij? Wat vind jij mooi? En je ziet hoe makkelijk deze steek eigenlijk gaat. Hè? Ik zit nu gewoon te kletsen. En ondertussen ben ik die steek aan het doen. En dan moet ik zeggen, na 80 rijen, dan lukt dat ook wel, hoor. Als je er maar voor blijft zorgen dat je 9 steken houdt. Dat doe ik hier nu weer. Zit ik te zeggen dat het makkelijk is, doe ik het fout. Heb ik wel vaker gemerkt in tutorials. Dan zeg ik, nou, het is hartstikke makkelijk en gelijk doe ik het fout. Dus ik ga dat niet meer zeggen. Mijn voornemen voor het volgende jaar. Ik ga niet meer zeggen dat het makkelijk is. Maar dat moet wel, want het is niet moeilijk. Ik heb nu die verbonden stokjes gedaan en dan weer vaste terug. Zo, simpel zat. Nou, als je dat dan blijft doen voor de lengte van jouw handvat, jouw hengsel, kijk dit, dan kom ik in de volgende shot, zo heet dat, hè, kom ik bij je terug om te laten zien hoe of dat je hem dan in elkaar gaat zetten. Nou, kijk hoe ik dit in beeld ga brengen. Dit is de onderkant van mijn lap. En welke kant dat is, of dat nou hier is of hier, dat maakt helemaal niet uit wat jij wil. Dit wordt de voorkant van de tas. En dit, zo wordt de klep eroverheen. Ik zei al, die is niet zo lang, maar hier wil ik nog iets aan gaan haken. Dus dan wordt die toch nog wat langer. Maar als ik dan hier bij de hoek begin, hier, heb ik 18 vierkantjes naar beneden geteld. En na het 18e vierkantje in het losse boogje een merkje gezet. En dat heb ik aan de andere zijkant van die tas ook gedaan. Kijk, kijk, hier zit het merkje. Dubbel gevouwen zo. Dit zijn twee lappen zo op elkaar. Nou ja, het is één lap, hè, maar ik heb hem dubbel gevouwen. En als je dan van dit merkje zo langs de dichte kant naar beneden gaat. De andere kant heb ik dus ook vanaf de hoek hier 18 vierkantjes teruggeteld. En na het 18e vierkantje in het losse boogje een merkje gezet. Dan weet ik dat voor zometeen. Ik was toch bezig. Ik denk, nou, dat kan wel. Laten we maar doorgaan. Nou, dan heb ik mijn draad weer. Want ik wil nu wel met dit garen verder gaan. En ik steek hem in die plek waar dat vierkantje zit. Daar steek ik hem vast in. Zo. En dan heb ik hier mijn handvatbeurs, schouderband, hoe noem je dat? Met de goede kant naar buiten. Zo, de verkeerde kant naar binnen. En dan steek ik hem hier in het hoekje, steek ik mijn haaknaald in. Draad aan die kant zo. Georganiseer maar, ik kom eruit. En ik laat dat merkje even zitten, hè, want ik ben er onbekend dat ik dan haal ik het merkje eruit, schiet mijn haaknaald eruit en dan weet ik niet meer waar het was en dan moet ik opnieuw tellen. Als dat bij jou niet zo is, dan kun je hem er net zo goed uithalen, want hij zit in de weg, hoor, echt waar. Ik steek hier in het hoekje in. Zo. En dan mijn werkdraad, die haal ik erdoor. Zo. En door die aan de voorkant. En door de lus op mijn haaknaald. Dan zit dit vast. Zo. Ja, en dan wil ik daar een vaste doen. Dus één los om de draad omhoog te brengen. En ik steek nog een keer in. En ik doe een vaste. Zo. En dan moet ik het zo gaan uitzoeken. Dat hier die rij vaste komt hier tussenin. Tussen het volgende vierkantjes in hier. Dus als ik hier dan zo tussen de stokjes insteek. En als hier dan even goed zoeken. Dit is een rij vaste, dit zijn de stokjes en dit is een rij vaste. Dus dan moet hij hier ook bij de stokjes komen. Daar steek ik dan ook in. Zo. En dan doe ik weer een vaste. En dan steek ik hier tussen de lussen, tussen die twee vierkantjes in. Die opening. Daar steek ik in.
en hier in de vaste rand van het handvat. En dan doe ik weer een vaste. En dan krijg je dus aan de buitenkant van de tas die rij vaste te zien. En dat is mijn bedoeling. Als jij dat niet wil, dan draai je alles binnenstebuiten en dan krijg je die rand aan de binnenkant. Maar zo maak je dus de hele tas vast. Hier het midden van het volgende vierkantje. En die zet je hier in het midden van die verbonden stokjes. Zo. Dan ga je hier naar de opening. En hier naar de vaste rand. En dan doe je ook weer een vaste. En dan denk je, ja, maar dan kruipt dat toch een beetje. Nou, dat gaat vanzelf rekken als je er spullen in doet. Dan trekt dat weer helemaal, dan heeft het ruimte. Zie je dat? Maar anders dan trekt het helemaal en dan gaat het gewoon niet prettig zitten. Dat kan ik verder niet uitleggen, neem dat van mij aan. Dan zit dat niet lekker. Dus je moet dat een beetje verdelen zo. Nou, doe dat totdat je hier bij die laatste vierkant bent. Dan zie ik je daar weer terug. Nou, ik heb mijn vaste zo goed mogelijk verdeeld. Het zal best een keer ergens fout zijn gegaan. Maar daar doe ik niet zo moeilijk over hoor, dat weet je wel. Draadje afknippen met een staart. Zodat je die straks in kunt naaien. Nog één keer doorhalen. En nu zit dus deze rand zo aan de buitenkant van je tas. Nou, dat wil ik aan die kant ook hebben. Dat je aan de achterkant van de tas de veetjes ziet. Want aan de zijkant zie je hier die draadjes allemaal. Hè? Nou, dat betekent dat ik zo moet gaan haken. Hier. Nou, dan moet ik dus hier die onderkant, die is voor drie blokjes. Zo. 1, 2, 3. Hier zit de opening. Dan komt deze hier. Dan heb je hier de onderkant zo. En deze kant, die gaat dan zo omhoog. Dus dan tel ik hier ook weer 18 van die vierkantjes uit. Hier vanaf die 3 van de bodem. 1, 2, 3. Oh, deze kan er niet uit. Wacht even, kan ik wel gebruiken. Kijk. 1, 2, 3 voor de bodem. Zo. Daar komt dan dit onderste stukje van je schouderband. Zo. En dan vanaf hier moet ik er weer 18 omhoog tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dus hier, als ik daar dan ook weer even een merkje doe. Zo, toch handig hoor, zo'n bakje vol met van die dingen. Dan moet hier dus mijn band weer vastgemaakt gaan worden. In deze rij. In deze rij heb ik hier mijn laatste gedaan. Dus in diezelfde rij. Ik moet zo meteen. Deze. Daar moet dus de bovenkant van de tas vastkomen. Dan zit die mooi recht. Anders krijg je scheef. Dat wil je niet. Ik wil dat niet. Jij misschien wel. Ik niet. Oh, het is kerst geweest. Heb je het in de gaten? Kijk, zo moet hij dan komen. Hè? Als ik dan deze even eruit haal en deze zo samen vastmaak. Als jij dat nou gelijk doet, hè, dan hoef je niet zo te prutsen net als ik. Deze en deze. Zo. Dan moet dit dus hier tussen komen. Netjes de vaste verdelen. Net als wat je hier gedaan hebt. Alleen je begint nu aan deze kant. En dat doe je voor de andere zijkant dan precies hetzelfde. Deze kant dan, hè. Met de andere kant van je hengsel. Zorg dat die niet gedraaid zit. Dat die mooi zo langs loopt. En dan doe je aan deze kant precies hetzelfde. Dan meet je dan ook helemaal uit. Dat die mooi recht wordt. Als je dan deze kant vast hebt, die ene die we net gedaan hebben, dan haak je deze kant die ik net heb uitgemeten, die haak je vast.
En dan kun je gelijk doorhaken om de bodem vast te maken. Die onderkant van je hengsel, die drie vakjes hier, die drie vierkantjes. Dat kun je dan in één keer doordoen. En ook aan de andere kant van je tas kun je dat in één keer doordoen. Nou, ik ga dat ook op mijn gemak zitten doen. Want ik wil natuurlijk wel dat dat netjes recht komt te zitten en zo. Dus ik moet regelmatig kijken van, zit ik nog op de goede rand te haken? Klopt het allemaal nog? Komen de vierkantjes netjes uit? En als dat dan klaar is, dan kom ik bij je terug. Want dan gaan we met de flap aan de gang en zo. En dit netjes afwerken, die randjes. Dat is niet netjes, hè. Dat moet netjes worden. Daar gaan we dan mee aan de slag. En dan denk ik dat de tas af is. Maar zover is het nog niet. Ga eerst dat hengsel vastmaken. Kijk, mijn tas is klaar. Het hengsel zit er mooi aan zo. Dat je hier de achterkant, voorkant en de flap. En hier zo gaan dan de spullen in. En dit is mijn schouderband. Nou, dan wil ik langs die schouderband wil ik een rij vaste gaan zetten. Zowel aan de ene kant als aan de andere kant. En dan moet de mooie kant van de vaste, moet je dus weer aan de buitenkant zien. Hè? Betekent, even denken, hoe leg ik dat uit? Kijk, net als hier, hè? Deze kant met vaste, waar je schouderband mee vast hebt gemaakt aan de tas. De ene kant ziet er lang zo mooi niet uit als de andere kant. En hier ook de voorkant van de tas. Dit is de mooie kant van de vaste. En dit is de lelijke kant. En nou wil ik dus dat die mooie kant van de vaste aan de buitenkant van de schouderband zit. Dus als je dan je tas voor je houdt, zo. En je gaat de voorkant van de schouderband doen, aan de voorkant van de tas, dan moet je hier beginnen. En als je de achterkant van je tas gaat doen, van de schouderband, dan draai je je tas dus om, hè. Dan begin je ook weer aan deze kant. Hier, als je dan je vaste gaat haken, dan krijg je de mooie kant aan deze kant van de schouderband. Want anders haak je zo aan de verkeerde kant. Zo. En dat is niet de bedoeling. Tenminste, niet mijn bedoeling. Dus ik pak mijn bollen weer bij. En ik maak lusje op mijn haaknaald. Ik heb trouwens al die staartjes die ik had, die had ik al weggenaaid. Hè? Want je weet, daar hoor ik helemaal kriegel van. Al die draaduiteindjes. Dus dat heb ik allemaal al gedaan. En ik begin nu dus aan de achterkant van mijn tas. Waar heb ik het nou verkeerd gezegd? Ja, volgens mij heb ik het verkeerd gezegd. Je moet tegen de schouderband aankijken, aan de buitenkant. Dan krijg je de buitenkant van de vaste hier. De goede kant van de vaste te zien. Ja, zo is het. Ja, Fon was weer eens even in de war. Maar daar komt Swiebertje, die was vanmorgen naar buiten gegaan. En het is nu 9:00 s'avonds en hij is nu net pas binnen. En ik maakte me een beetje zorgen van waar zou die kunnen zijn. En Swiebertje is een zwerver, dat weet ik wel. Maar toch, ik vind het toch niet prettig. Ik heb toch het liefst maar dat mijn katten tegen het donker gewoon naar huis komen, hoor. Dus misschien daarom de chaos in mijn hoofd, maar dat geeft niet. Kijk, ik kijk tegen de goede kant van mijn schouderband aan. Zo. En dan in die laatste steek waar ik de tas heb vastgemaakt aan die schouderband, daarin steek ik mijn haaknaald. Zo. En ik trek een lus door. Ja, Chrissy, jij was wel thuis. Jij lag te slapen. Staartje aantrekken. En gewoon vastmaken zoals jij het wil, hè. En dan kijk je dat je je vaste netjes hier over die rand gaat verdelen. Maar niet te veel bij elkaar, dat ze niet op gaan hopen. Ik begin eerst met één losse zo. Als ik die netjes erdoor krijg. Ja. En dan in de opening. Of ja, gewoon in de opening. Zo. En dan eentje verder. Chrissy, zo gaat het niet, of vent? We hebben net de hele tijd zitten knuffen. Hopla. Ik kan zelf haken.
Kijk, hier heb je waar die steek in zit. Zal ik eens inzoomen? Hier zit die steek in, hè? Zie je dat? Nou, daar doe ik een vaste. En dan hier in de opening weer. Zo. En zo moet je ze gewoon een beetje verdelen. Hier zit weer een steek zo erin. En hier weer één ertussen. En zo verdeel je je vaste over de hele schouderband. En dan kom je uiteindelijk uit aan de andere kant van de tas. Ik weet niet hoe lang jij jouw schouderband hebt. Het nadeel van ingezoomd haken is dat ik heel goed in mijn beeldschermpje moet kijken of dat ik nog wel een beetje in het midden aan het haken ben. Dat is natuurlijk leuk als ik zit te haken daar ergens, dan zie je er helemaal niks van. Ha, kijk, zo wel. Nou. Kijk, en dan krijg je dus wat ik bedoelde. Die veetjesrand mooi aan de buitenkant van je tas. En aan de binnenkant van het schouderhengsel ziet het er zo uit. Dat is niet zo mooi, hè? Tenminste, dat vind ik hoor, ik vind dit veel netter. Nou, en dan zo meteen, als dit klaar is, die aansluiting hier, die verbind ik dan zo dat dit netjes dicht zit. Oh, zie je wel, dat bedoelde ik, zit ik uit beeld. Kijk, hier, dat is het draadje waar ik begonnen ben, hè. Hier heb ik hem vastgemaakt. Dan moet ik toch dat draadje wegnaaien. Nou, dat doe ik dan een beetje hier om dit steekje heen, dat hij zo recht komt te zitten. En dan, het is een beetje... Het donkere blauw past al bij deze blauw, dus dan naai ik het draadje in deze steek hier weg. Dan valt het niet op. Drie keer heen en weer. Hè? Ik heb daar ook een tutorial van. Hoe of dat je draadjes wegnaait. Maar je gaat dus hier die hele schouderband langs. Langs deze kant ben je aan het haken zo. Dan haak je de hele schouderband. Wee, tot aan hier. En dan eindig je aan deze kant van de tas. En dan doe je de andere schouderbandkant precies hetzelfde. Je draait je tas en dan doe je deze kant. En dan zorg je ook weer dat je naar de schouderband kijkt aan de buitenkant. Niet de binnenkant, de buitenkant. Dan komen die veetjes ook weer heel mooi te zitten. Nou, als je dat dan gedaan hebt, heb ik dat ook gedaan en dan kom ik weer bij je terug. Nou, de tas zit zover in elkaar. Kijk, hier die, even draadjes weg hoor, kijk, die randje vaste aan de buitenkant van mijn hengsel zo. En ik vind hem leuk, alleen ik wil hier aan de flap van de tas, daar wil ik iets aparts doen. En jullie hoeven dat niet te doen, want het is echt weer een vonne bedenksel. Ik kan me voorstellen dat je zegt van, nou vond, het is me iets te excentriek, ik bedenk wat anders. Gewoon doen hè. Maar ik heb hier nog garen en ik heb een bak vol met houten kralen. En toen dacht ik, garen, houten kralen, haaknaald, daar moet ik iets mee kunnen. Dan heb ik haaknaald 3,5, want die past zo door de kraal. Past er gewoon doorheen. En dus ideaal voor wat ik wil gaan doen. Ik ga gewoon willekeurig die kleuren doen. Ik ga niet kijken van oh geel, groen, donkergroen, paars. Ik doe dat helemaal niet. Ik ga gewoon kijken hoe of dat ze op mijn haaknaald terechtkomen. Nou, wat ga ik doen? Eerst een staartje, want die moet ik straks innaaien. En een lusje op mijn 3,5 mm haaknaald. Zo. En ik doe gewoon... Een graai in die bak. Nou, deze komt eruit. Die zet ik op mijn haaknaald zo. Met het lusje hier, hè. Wacht even, ik doe anders. Zo, nog makkelijker. Wee, doe de camera naar beneden. Zo, kijk. Lusje op mijn haaknaald. Haaknaald 3,5 mm. Omdat die door het gat van de kraal past. En dit zijn gewoon houten kralen, die heb ik in een grote bus bij de Action ooit eens gekocht.
was ook niet duur. Nou, dan sla ik de draad om en die haal ik zo door de kraal naar boven. Zie je, dan heb je twee lusjes op je haaknaald. Dan sla je weer om en je gaat door die twee lussen. En deze ook van, die wil ik ook hebben. Zo. En dan zit die eraan vast. En dan ga ik 20 losse haken. 1, 2, 3, 4. Oh, nou zit ik met mijn staartje. Zie je, daar moeten jullie ook op letten dan, hè? Ik heb mijn staartje doorgehaald. Nou, het lusje op mijn haaknaald. Oh. Kijk, Von doet het fout, dan moeten jullie dat niet zo doen, hè? Staartje opzij, die wil ik niet gebruiken. Staartje weg. Hop. Lusje op mijn haaknaald. De kraal. Op mijn haaknaald. Ja, het voordeel is dat je het nog een keer kunt zien. Dit is nu wel mijn werkdraad. Die sla ik om mijn haaknaald en die haal ik dan zo door het gaatje naar boven. En dan sla ik die werkdraad weer om en die haal ik door die twee lussen. Kijk, dit is het eindje zo. Zo zit hij erop. En nou ga ik 20 vasthaken, 20 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. Nou, dan moet Christina van mijn tas af, want die heb ik nu nodig. Ga er eens af. Hé. Hey. Ja. Kijk, dan heb ik hier die flap. Ik draai mijn tas even ondersteboven zo. Ja, opzij. Dan heb ik hier mijn flap. En dan zoek ik daar op de hoek een mooi steekje, dat die op de hoek ingestoken kan worden zo. Chrissy, ik ga jou even wegzetten. Wacht ervoor, ik ben zo terug. Nou, ik heb Christina naar bed gestuurd hoor. Mijn bed. Daar ligt hij als het goed is nu op. Nou, ik ging dus hier aan die flap een hoeksteekje zoeken. Dit is een mooie. En daar doe ik een vaste. Zo. Dan zit deze hier aan vast. En dan steekt hij zo een beetje aan de onderkant bij mijn tas. Dat is de langste maat van slingertje die ik wil. En dit draadje, dit naai ik straks weg. Hè? Nou, dan doe ik hier op mijn tas in de volgende steek een vaste. Zo. En in de volgende steek een vaste. En dan ben ik hier in die open ruimte. Daar doe ik nog een vaste. En dan doe ik nu 15 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En dan pak ik weer een kraal. Ah, oranje, vierkant, ook leuk. Op mijn haaknaald omslaan, de draad erdoor halen. Zo. En dan omslaan. En de draad door je haaknaald. En dan knip ik mijn draad af als ik mijn schaar. Hier, dat is mijn schaar. Draad met een staart. Zo. Nog één keer doorhalen. En dit wordt een heel gedoe hoor. Want je hebt nu pas twee van die slingertjes. Zo, zie je het? De een langer dan de ander. En ik wil de hele tas zo vol doen. Dus ik moet mijn draad weer pakken. En weer opnieuw beginnen. Staartje om weg te kunnen naaien. Lusje op mijn haaknaald. Zo. En weer een kraal erbij. Roze. Ja, leuk. Ik zei al, ik kijk niet naar kleuren. Ik haal ze gewoon blindelings uit de bak. Dus kraal op mijn haaknaald.
En ik haal die draad zo door de kraal omhoog. Dan heb je twee lussen op je haaknaald. Je slaat om en je gaat onder die twee lussen door. Zo. En dit staartje, die naai je straks netjes in zo'n stringetje. Die losse ketting. Ja, helemaal geen moeilijk woord. Losse ketting. Daar naai je hem dan netjes in weg. Nou, ik had net 15 lossen, dus ik doe nu 5. 1, 2, 3, 4 en 5. En die zet ik vast in de volgende opening. Dus hier in deze opening, daar had ik mijn laatste vaste voor deze. Nu sla ik dit over en in die opening, daar doe ik een vaste om dat hele korte kraaltje aan vast te maken. En dan ga ik er weer opzij met vaste in die steken hier. 1, 2 en 3. En dan doe ik weer een vaste in die opening. En even denken hoor, ik had er hier 20, 15, 5, nou dan mag er nou wel 10. Dus ik doe nu 10 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ik pak weer een kraai. Ik blindelings kraaien. Weer roze. Nee, dat is te blindelings. Nog een keer roze naast vind ik niet leuk. Ik doe wel rood. Ja. Nou, kraal weer op de haaknaald. Een beetje uitpeuteren zo. Kraal op de haaknaald. Omslaan, draad doorhalen. Zo. Draad afknippen. En nog één keer doorhalen. En dan zo meteen het staartje wegnaaien. Zo. En dan krijg je dus hier allemaal die kralen op een rij. Met hier een rijtje vaste ertussen en hier niet. Het is gewoon echt heel excentriek, dat zei ik al, hè. Ik hoop dat je het leuk vindt. Zo niet, dan doe gewoon wat anders. Je kunt ook meer kralen op een rij doen. Dat gewoon... Kies maar uit, je kunt ook, leef je los, leef je uit zou ik zeggen. Gewoon laat je fantasie gaan. Dit is mijn tas, dus ik maak hem zoals ik hem wil. En misschien bevalt het wel helemaal niet uiteindelijk en haal ik het eraf. En dan wordt het heel wat anders. Dat zou goed kunnen, want je kent mij. Tenminste, heel veel mensen kennen me zonder al. Die zitten naar iets te kijken en uiteindelijk blijkt het toch heel iets anders te worden. Maar ik vind het gewoon leuk. Geel, ook leuk. Ja. Nou, eerste kraal weer, hè. Dus lus op mijn haaknaald, kraal op mijn haaknaald. Draad erdoor halen. Omhalen. En door die twee. Nou, dit trek je dan aan, zodat het netjes zit. Ik had er hier 10. Nou, laat ik weer eens een keer 20 doen. Wordt die ook weer lang, is ook leuk. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, geen pluisje weghalen, 16, 17, 18, 19, 20. Nou, nog één keer laten zien. Ik ga naar de volgende opening. Dit stukje sla ik over. Ik ga naar de volgende opening. En daarin doe ik een vaste. En dan heb je hier die steken zitten. En daar steek ik in. Voor 3 vaste. 1. 2. En 3. En dan een vaste in de opening ertussen. Zo. En daar ga ik weer... Zo'n strengetje haken voor een kraal. Nou, zo
ga je de hele rand van de tas af. En dan op het laatst die draadjes allemaal wegnaaien. En dan is je tas klaar. Ik vind hem zelf heel erg leuk worden. Weer heel anders als een gewone messenger bag. Gewoon doordat die kralen eraan hangen. Dan is het toch weer Fonne's tas geworden. En dat wil ik graag. Hé jongens, maak er jullie eigen tas van. Doe wat je wil. Maak er wat moois van. En laat maar zien op mijn Facebook. Graag tot de volgende tutorial.